Kleurrijk gezicht op onze rollenbank. Olaf, wat heb je voor ons meegebracht? Een Opel Corsa OPC, 192 pk. Ja. En heb je die auto al lang? Sinds juli vorig jaar. Dus nog maar vrij kort. Ja. En je bent vervent Opel-rijder, vertelde je net. Ja, ik heb al heel wat Opels gehad. Ja. Ik denk dat dit nummertje 26 is. Okay. En je 192 pk moet erin zitten. Denk je dat hij het haalt? Ja, ik denk het wel. Hij voelt me vrij goed aan, dus ik hoop het. Okay, nou, we gaan eens kijken. Ik ben benieuwd. Is met die Olaf hier, dat is een Opel fan in hart en nieren. Dus zeg niet dat hij zijn vermogen niet haalt, hè, die Corsair hier. Nee. Hij doet het. Beter dan opgave in principe. En overal een klein randje erbovenop. Dus 197 pk, 263 Nm koppel. Nou, dat is in principe 260 wat ze hebben. Koppel in overboost. Nou, op een bank, zeg maar, meet je eigenlijk altijd in overboost. Omdat je geeft gas tegen zijn volle belasting, zeg maar. De overboostfase is eigenlijk een soort vorm van kickdown. Je geeft gewoon vol gas op een bank. Dus je zit altijd, zeg maar, in het maximum gebied waarbij hij zijn overboost toepast. En hij doet 197 pk, dus helemaal netjes. Ja, daar mag je hartstikke tevreden mee zijn. Ja. Ik ga eens informeren of hij er blij mee is. Ik ga het zo horen. Olaf, van Opel OPC, die kopen natuurlijk om het vermogen. En nou heb je er nog een paar pk extra bij gekregen. Ook spreek ik met een blij mens? Ja, inderdaad. Ik had eigenlijk niet verwacht. Ik denk 192 zal hij wel halen, maar dat hij meer zou halen, had ik niet verwacht inderdaad. Dus dat is mooi meegenomen. Nou sta je al de hele tijd te vertellen dat je eigenlijk op zoek bent naar wat anders, ter vervanging van deze Corsa. Wat zou dat moeten worden dan? Ja, Astra OPC, nieuw model, lijkt me wel leuk. En verder, ja, iets waar niet zoveel rondrijdt eigenlijk. Nee. Ja. Op naar Opel nummer 28 dus. Ja, zo ongeveer wel, ja.